de kijkers gaan wel op meerdere momenten zo. Je kan best wel, wij vonden het op de set al spannend. Ja. Het gaat van alles en nog wat worden tussen Caro en Vince. Lekker sausje drama. Ik mis je. Wel. Hey Vince. Mag meer. Ik denk dat het nieuwe seizoen nog veel spannender is dan het eerste seizoen. Er zit heel veel drama in, maar ook spanning. Het wordt een heel spannend seizoen. Spannender denk ik dan het eerste seizoen. Inderdaad, ja. En een boordevol drama denk ik ook. Je dacht dat seizoen 1 drama was, seizoen 2 is drama. Ja. Veel meer drama dan in het eerste seizoen wel. Zeker, want het thema is ook afscheid, dus verwacht je maar aan veel drama. Ja. Dit is Spooky. Is er iets? Nee, sorry. Ik ben niet dom, oké? Dubois! Is er iemand anders? Ik denk dat de nieuwe personages wel een heel verrassende twist gaan geven aan alles. Ik denk dat daar het meeste nieuwe input komt. Ik kom in de klas bij dit soortje ongeregeld, inclusief deze. ik ben wat ouder, want ik ben blijven zitten en niet voor de eerste keer. Dus dat ga je ook wel merken. En ik heb een rugzakje, zou je kunnen zeggen. Ik heb een verleden met wat mensen en dat gaat niet altijd even helemaal goed. Nieuwe personages, ik ben kei blij dat die er zijn, want die brengen inderdaad een nieuw sausje aan het verhaal. Maria is een heel redelijk wijs personage voor haar leeftijd. Dus ze geeft altijd zo van die tips of van een beetje zo'n life coach dingetjes. En daardoor doen mensen wel dingen die ze anders misschien niet hadden gedurfd of zo. Dus dat is bij Amy ook het geval. Maar jouw personage is de positiviteit zelf. Ja, absoluut. Ja. Oh nee, Vinnie. Jij weet wel waar Caro is. Camille? Wat je ook van plan bent, ik doe mee. Mijn personage is wel heel extreem veranderd. Want ja, zoals jullie wel weten, is er een nieuwe Queen Bee in de school. En ja, ben ik van mijn troon gevallen. Dus heel spannend wel, want mijn personage heeft echt veel hoogtes en laagtes dit seizoen. Ik denk dat Caro is een beetje... durft meer te zeggen wat ze wilt en durft wat meer op haar strepen te staan. We leren een andere Vince kennen, een nog emotionelere Vince dan in het eerste seizoen. En ook misschien een geniepige, een beetje jaloerse, kwaadaardige Vince. Dat komt er ook dit seizoen. Jamie, zijn masker valt eigenlijk een beetje af als hij thuis alleen is in zijn kamer, want iedereen kent hem als de enthousiaste jongen, maar hij is niet alleen maar enthousiast. Vanaf vandaag ben ik een venijnige, straatlustige pitbull! Het is toch nog voor vandaag. Het is nu maar te hopen dat het een beetje rustiger wordt dan vorig schooljaar. De moeilijkste scènes om te spelen waren, denk ik... voor mij is dat altijd de dansscènes. Dat is niet echt per se spelen, maar dat is vooral dansen. Omdat ik het heel moeilijk vind om, als ik aan het dansen ben en aan het zingen ben, om ook nog iets interessants te doen met mijn hoofd. Ik denk het meeste energie dat van u vergt, is de emotionele scènes voor mij toch wel. Want ja, dat is wel lastig om zo een scène opnieuw en opnieuw te doen als je constant moet huilen en dan... Dit is allemaal haar schuld. Ik ga mezelf wel een beetje vergelijken met Vince. Vince is een heel sportieve jongen, iemand die heel erg van zijn familie houdt. Ik denk dat ik op dat vlak wel erg op Vince lijk. Een beetje met Caro, een beetje met Camille, een beetje met Kiona. Ik denk wel een beetje met iedereen. Ik denk dat ik van iedereen wel een beetje kan snoepen. Ik denk, ik heb meer een gelijkenis met de Camille van Beem in het tweede seizoen dan het eerste. Want in het tweede seizoen is ze eigenlijk heel emotioneel en laat ze een mooie kant van zichzelf zien. Alles kan het zo toch niet stoppen?